Hallo, fijn dat je er bent. Ik ben juf Johanna en ik bied ondersteuning Engels voor het voortgezet onderwijs. Welkom bij deze uitleg over de present continuous. Voor deze uitleg maak ik gebruik van een PDF-document. Ik raad je aan dat document even te downloaden, zodat je mee kunt lezen, aantekeningen kunt maken en de oefeningen kunt doen. Je vindt een link naar het PDF-document in de omschrijving van dit filmpje. Pauzeer het filmpje nu even en druk het document af. Als je het dan naast je hebt liggen, met je pen in de aanslag, klik je weer op play. Klaar? Oké, dan kunnen we nu beginnen. Het eerste blad. Het eerste blad. Onvoltooid tegenwoordige tijd, de OTT. Present tense, the present continuous. In het Engels kun je kiezen uit twee vormen van tegenwoordige tijd. OTT. Als je bijvoorbeeld in het Engels ik loop wilt zeggen, dan moet je kiezen. I am walking of I walk. Wat is het verschil? I am walking gaat over nu, over wat er nu bezig is. I walk gaat over lopen in het algemeen. We gaan eerst kijken naar I am walking. En in de volgende unit kijken we naar walk. The present continuous. The present continuous wordt ook wel eens genoemd de ing-vorm. Continuous betekent eigenlijk letterlijk doorgaand of durend. En dat is in het Nederlands niet zo handig. Dat associeer je niet met iets wat nu aan de gang is. Dus wij zeggen meestal de ing-vorm. Of de tijd die aangeeft dat nu iets aan het gebeuren is. Wat is de vorm van de present continuous? De vorm is am, is of are, hulpwerkwoord, plus het werkwoord, plus ing. En ik heb het hier even onderstreept, zodat je ziet dat het bestaat uit twee delen. Een hulpwerkwoord en het hoofdwerkwoord met ing. Voorbeelden, am walking, is sleeping, are having. Werkwoorden eindigend op E verliezen de E. Bijvoorbeeld moving, writing, diving. En zo deze werkwoorden, die hebben in het infinitief, in de hele vorm, hebben ze een E. Move, write, dive. En die E valt weg en er komt ing voor in de plaats. Dan het tweede streepje. Werkwoorden eindigend op een medeklinker verdubbelen meestal die letter. Net als in het Nederlands. Stop, stoppen. En dat ben je bekend mee. Voorbeelden. Chatting, digging, stopping, sitting. Wanneer gebruik je de present continuous? Er zijn er drie gevallen waarin je de present continuous gebruikt. Het eerste geval. 1. Als iets nu bezig is of aan de gang. En dan zou ik, als ik jou was, even nu bezig, dat zou ik eventjes geel highlighten. En dan aan de gang ook. Aan de gang. Moet ik het wel goed doen? Aan de gang. Even geel highlighten. Voorbeelden. We lezen momenteel korte verhalen. We are reading short stories at the moment. Ze zijn erover aan het denken. They are thinking about it. Hij is bezig zijn kamer op te ruimen. He is tidying up his room. Wat zit je te doen? Ik zit te gamen. What are you doing? I'm gaming. Je bent vast wel bekend met deze vorm van het Engels. Als je iets van plan bent, is het tweede geval. Als je iets van plan bent in de nabije toekomst. Iets wat bijna staat te gebeuren. Een voorbeeld. Ik zie mijn vriend vanmiddag. I am meeting my friend this afternoon. En dan zeg je dus niet, I shall meet him this afternoon.
van going to meet. Dat kan ook wel. Maar een meer gebruikelijke vorm is om te zeggen, I am meeting him this afternoon. Omdat het zo dichtbij in de toekomst gebeurt. Tweede voorbeeld, deze vrijdag gaat Josh naar een feest. This Friday Josh is going to a party. Dus ik zou hier highlighten, van plan, of onderstrepen, van plan en nabije toekomst. Dan weet je dat je dan ook am is are plus werkwoord plus in gebruikt. En het derde geval, als iets je irriteert, dan gebruik je de present continuous in combinatie met woorden zoals always, constantly. Voorbeelden. Jenny zit altijd te kletsen. Jenny is always chatting. En een tweede voorbeeld. Die kinderen schreeuwen voortdurend. Those kids are constantly yelling. Dat is iets wat we in het Nederlands eigenlijk niet kennen. Dus dat is iets nieuws voor Nederlands sprekende. Dus als je iets geïrriteerd, gebruik je ook de present continuous. Dan tenslotte van de uitleg zie je hier nog de formele vormen en de informele vormen, of de vormen die samengetrokken zijn. Die ben je vast ook wel eens tegengekomen en waarschijnlijk kun je die ook al gebruiken. Maar hier heb je nog even een overzichtje van hoe het precies moet. Als je dan twijfelt waar zit nou de komma ook weer precies, dan kan je dat hier zien. I'm, your, he's, she's, it's, we're, you're, there. Nou, om te zien of je het begrepen hebt, wat nu, de uitleg tot nu is geweest, ga ik eventjes 5 vragen stellen. En na elke vraag pauzeer ik even om jou de gelegenheid te geven om het antwoord hardop te zeggen. En dan luister je naar het juiste antwoord dat ik dan geef en dan zeg je het nog een keer na. Dus je hoort een vraag, een pauze voor jou om het antwoord te zeggen. Dan hoor je mij het antwoord zeggen en dan zeg je het nog een keer na. Oké, daar gaat hij. Hoe zeg je in het Engels dat je aan het lezen bent? I am reading. I'm reading. 2. Hoe zeg je in het Engels tegen iemand dat hij een grapje maakt? Een grapje maken is to joke in het Engels. 3. Vraag 3. Hoe zeg je in het Engels dat je vriendin nu aan het bellen is? Gebruik she. She is calling. She's calling. Vraag 4. Hoe zeg je in het Engels dat jullie bijna vertrekken? Gebruik we en het werkwoord to leave. We are leaving. We're leaving. En de laatste vraag. Hoe zeg je in het Engels dat je nu aan tafel zit? I am sitting at the table. I'm sitting at the table. Oké, goed zo. Dan zijn we nu klaar om naar de oefeningen te gaan. En dan pakken we het tweede blad erbij. De onvoltooid tegenwoordige tijd, de OTT, present tense, de present continuous. Ik begin hier te lezen, 1-1. Present continuous. Zet het werkwoord in de juiste vorm. Bijvoorbeeld, I am doing, or I'm doing. En hier volgt een voorbeeld, en het geeft aan hoe je het moet doen. Look at those tomatoes. They are growing bigger every day. Maak nu de nummers 1 tot en met 7. Pauzeer het filmpje even om dat te kunnen doen. Als je klaar bent, klik je weer op play. Oké, we gaan naar kijken.
Dan zijn we hier gekomen bij nummer 1. Moet ik het wel goed doen? Tekst invoegen. Please don't make so much noise. En wat moet je dan invullen? I, en welk hulpwerkwoord past daarbij I? Is am, en dan try, met ing erachter. Dus I am trying to work. Nummer 2. Let's go out now. The sun shine. The sun, dat is it. En bij it past het hulpwerkwoord is. The sun is shining. Number 3. Where's Tony? On the driveway. He repaired his bike. He is repairing his bike. Number 4. Kate phoned from France. She had a great time in Paris. She is having a great time in Paris. Number 5. I want to lose weight. So this week, I am eating less. Number 6. Andrew has a new hobby. He is learning Japanese. The little girl fell down. That is why she is crying. Helemaal gesnapt? Hoe het werkt? Dan gaan we nu naar de volgende oefening. 1, 2. Present continuous. Kies het juiste werkwoord en zet het in de juiste vorm. Start, get, come, boil, dat betekent koken, change, and rise. Rise betekent opkomen. Zet nu het filmpje weer even op pauze. Maak 1 tot en met 6. En dan, als je klaar bent, druk je weer op play en dan gaan we nakijken. Daar gaat-ie. Nummer 1. Look at those clouds. I think a storm is coming. Komt de storm aan. A storm is coming. Conditions in the world. Nummer 2. Things never stay the same. Conditions, dat zijn de toestanden, de omstandigheden in de wereld. Conditions in the world. En die blijven niet hetzelfde, dus je moet change gebruiken. Conditions is meervoud, dus dan krijg je are changing. En hier zie je dat de A van change, dit stukje, oh, ik doe het niet, nou. Die A die valt weg, want er komt ing achter. Dan 3. The situation is already bad and it worse. Wordt steeds erger. En dan moeten we get gebruiken. And it is getting worse. The situation is derde persoon enkelvoud en dan hoort is bij. The cost of living, every year things are more expensive. Cost of living, dus de kosten van het levensonderhoud. En die gaan steeds omhoog blijkbaar, want het wordt steeds duurder. En omhoog of rise betekent omhoog gaan of opkomen van de zon, maar hier moet je dus gebruiken rise in de zin van omhoog gaan. The cost of living, derde persoon enkelvoud, is rising. Every year things are more expensive. Dan weather conditions. Ook hier de weersomstandigheden. Improve. Improve betekent beter worden. Dus de weersomstandigheden worden beter. The rain has stopped. Nou, dan moet je hier, wat er nog overblijft, is start. En boil, dus dan moet je hier start. Weather conditions are starting to improve. The rain has stopped. En dan 6. The water is aan het koken. Is boiling. Turn the boiler off, please. Dat was niet zo heel moeilijk, denk ik, voor jullie. Dan komen we bij 1, 3. Het staat bijna te gebeuren.
Dit hoort dus bij de uitleg op het andere blad, bij nummer 2, als je iets van plan bent in de nabije toekomst. Maak nu nummers 1 tot en met 6. Pauzeer het filmpje even om dat te kunnen doen. En als je klaar bent, dan klik je weer op play. Klaar? Daar gaat ie. 1, 3, nummer 1. Tomorrow we are going on a trip to the US. Number 2. I don't have time for you now. I am meeting my boss in a minute. Number 3. In de nabije toekomst, en dat zie je aan het eind van de zin staan, this coming week. Dus dan gebruik je hier ook de present continuous. They are putting, met dubbel T, werkwoorden die eindigen op de middenklinker wordt vaak verdubbeld, net als bij stopping en sitting, putting, the final touches on the project this coming week. Number 4. Mary, the lead in the show tonight. Dat is in de nabije toekomst, vanavond zingt ze al. Dus dan gebruik je de present continuous. Mary is singing. Ik moet dat goed doen. Singing the lead in the show tonight. Dan komen we nu bij 1-4. En dit past bij de uitleg op het andere blad bij nummer 3. Als iets je irriteert in combinatie met het woord always, constantly. Maak nu zinnen 1 en 2. Pauzeer het filmpje even om dat te kunnen doen. En als je klaar bent, klik je weer op play. Oké, klaar? I can't stand her attitude. Ik kan haar houding niet uitstaan. There, dat betekent van hun, van meer mensen. They are always, en dan complain met ink, wordt complaining. They're always complaining. Nummer 2. He is so clumsy, onhandig. He is so clumsy. He, en het hulpwerkwoord wat bij he past, is, he is, constantly, en bump met i en ing erachter is bumping. He's constantly bumping into things. Nou, als je nou nog meer wilt oefenen, kan je de link volgen die onderaan deze bladzijde staat. En die leidt naar Digischool en daar zie je dit onderwerp nog een keer uitgelegd, plus nog 2 oefeningetjes om het nog helemaal goed in je systeem te krijgen. Als het goed is, weet je nu wanneer je de ingvorm in het Engels moet gebruiken en hoe je dat doet. Dat was het voor wat betreft Present Continuous. Veel succes en bedankt voor het meedoen.